Claudia. Claudia, zit je hier? Ah, daar ben je. Claudia. Hi, ik wil... Wat doe je nou? Waarom doe je dat nou? Wat is dat nou weer? Waarom doe je dat? Wat? Ja, we gingen een item maken over Halloween. Dat weet ik. Ja, nou, ik... Kan jij daar niet eens tegen? Het leek me nou even leuk om te zien hoe je daarop zou reageren. Hey, jij vertelde mij dat jij geurtjes hebt... waardoor je angst kan verminderen. Klopt dat? Dat klopt zeker. Ja? Ik denk dat we dat ook gelijk eens even voor jou moeten gaan toepassen. Want je ziet nog steeds een beetje witjes. Ja. Oh, je gaat het erbij pakken. Tuurlijk ga ik het er even bij pakken. Even kijken, jongens. We zetten de bril er even op. Wat hebben we voor jou voor de angst te verminderen? Ik denk dat ik jou eens maar eens even aan de neroli ga laten ruiken. Neroli? Ja. Even ruiken. Oh, ja. Heerlijk, hè? Oranje bloesem, want niet iedereen kent het woord neroli natuurlijk. Als je dat nou eens even gebruikt om lekker eventjes rustig te inhaleren. Want het is natuurlijk niet alleen maar de geur, het is ook de ademhaling die zich dan verdiept. Word je ook rustig van, in combinatie met die neroli. Perfect tegen angst. Oké, dus ook bijvoorbeeld als je in een vliegtuig zit en je bent een beetje angstig, dan is dat heel goed... Om even aan te ruiken, zodat de angst eventjes weggaat, zeg maar. Daar komt het op neer. Absoluut. Zeg, en als jij nou helemaal neer was gegaan, dan had ik ook wat voor je gehad. K.O. Gaan we aan deze. Wat is dat? Dat is nootmuskaat. Even ruiken. Ja, nootmuskaat. Maar dat zorgt ervoor, net als James Bond, precies. Weet je wel, dat je dan weer wakker wordt. Medicine, stof voor de hersenen, om die, zeg maar, je hersenen stimuleert... om zeg maar een soort oppepper te geven... dat je weer een beetje bijkomt. Okay. Dus als je suf bent, huppatee, aan de nootmuskaat. Ja, en mocht je nou denken bij jezelf... ik ga dit weekend... ja, griezelen. Griezelen. Ik ga mijn eigen, kamertje helemaal eng maken... horen zodat papa of mama of de familie of het dorp... of iedereen in de stad denkt... wat ruikt het hier? Kijk. Oh ja, dit is... Ja. Wintergreen is dit. Wintergreen. Wintergreen. Ja, ik kan het flesje laten zien, maar het staat in het Frans erop. Ja. Wintergreen is echt een typisch zo'n medisch geurtje. Wat lekker de associatie van het ziekenhuis oproept. Dus wil je zo'n spookhuis maken met een beetje zo'n griezelige whatever setting. Met wat zaagjes en andere enge dingen. Dan doe je gewoon lekker die wintergreen erbij. Dan krijg je een mooie griezel effect. Huppatee.